es mal genügen, hier wie von Dach zuzusprechen. Aber erst soll ich mir kurz vorstellen, ich bin der Kleinsohn von der ehemaligen Stallmeister von der deutschen Kaiser Otto von Bulnhof. Und so dumm bin ich dann sehr verehrt, hier von Mario Ehregast zu sein. Irgendwo zum Morgenstern an den Läden von der Kaiser der Kondoms zum Polo Vereinigung und war kurz weg KDPV. Damen und Herren, die Mitglieder. Ihr seht es, die Hengsten wurden hier belegen durch die Mitglieder von der KDPV. Ehrlich gesagt, ho, 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 das war gerade mal eine Verweigerung. Komm, komm, das kann ein bisschen schneller. Komm, fort, Liebhabers von der Snelle Dart. Als ein Tätings von Bach, hat es von Bach ein ganzes Team in der Löwenhose, ein enges Team in der sogenannten Kills, mit einem Favoriten Unterhut. Es ist natürlich sehr tekenend, dass er vor den ersten 72 Jahren Pension, enig Zeit geleden, der Polo ist jetzt wieder Pension. Das hat mir natürlich sehr, sehr zugehört und auch in Deutschland hilft uns, haben uns sehr, sehr positive Berichte auf den Rückfeld bekommen. Okay, wir gehen weiter. Die Läden von der KDPV, so als ihr hier so seht, sind nur immer nicht der allerletzte Rathaus. Und unser Fach hat in den letzten Jahren die Form angenommen, von einem Bartrück. Ach ja, wir wollen hier tegenwoordig ook nog sehr tolerant sein. Want ik als Autochton moet natuurlijk ook vrezen voor mijn zin. Er war niet Anton Kohn, maar de redelijk heroisch te noemen is. De kenmerken van de Mitglieder, u hebt enig afstand tot deze spielers. Die zal ik eventjes voor u opnoemen, vielleicht dat u ze niet goed kan zien. De belangrijkste kenmerken zijn ook de bloeddoorlopende ogen, overgewicht, een uitgeputte blik naar enkele rondjes draven en doorlopend schaapse blikken naar het drank- en uitgiftepunt. Er is iets wat onbreekbaar en onvervangbaar is, namelijk het onherroepelijk onderlinge vertrouwen. Of naar de teamgeest. Hierop zou de keizer oprecht trots geweest zijn. Het tweede keizerlijke motto van vanavond, naast het beroemde verwoordersfactum subitus, heet dan ook: vertrouwen is goed, maar controle is beter. De teamgeest is nog altijd ongeëvenaard. Zware katers tijdens weekendritten vormen geen enkele belemmering voor de vroege ochtendrit. Niemand blijft achter, al moet het lid over het laatste bepaald worden gewonnen. In dit licht moet men dan ook het derde keizerlijke gezegde verstaan. Yeah.
slap dit. Dames en heren, we gaan even over naar de laatste chugger. Ja? Maar ja, de jaren schrijven voort en zo schuiven ook in de keizerlijke Noordse koorlozenwaan. Dag zet. Maar netwerken om de eigen club goed te onderhouden, is er een selectiemethode bedacht. En enkele basisregels. Hierbij gaat het op de dag van vandaag. Het adagium. Er zijn twee interessante aspirantleden. Heren met een toekomst, dames met een verleden. Dank u wel.